Een Q&A, Q&A. Wat is dat nou, een Q&A? Oh, dan ga je vragen stellen. Vragen stellen? Oh. Met antwoorden. Van allemaal kijkers. Oh, hoe leuk. Ja. Oh, hoe gaan we dat aanpakken dan? Oh, ja. Gaan we dat fietsen doen? Lopend, rennen, zitten? We gaan gewoon zitten. Gewoon zitten. Oh, zullen we nou maar gewoon beginnen? Ja, straks, joh. En dan zijn we weer met een gloednieuwe video van YouTube Papa. Het is weer vrijdag. Hoe leuk is dat? En weet je wat voor leuke video we hebben vandaag? Nou, dat weet je helemaal niet. Want je kan niet in de toekomst kijken. Maar ik ga het je gewoon vertellen. Maar voordat ik ga vertellen wat we gaan doen, ga je het volgende eerst doen. Abonneer op YouTube Papa. En 100.000 duimpjes omhoog. Zo, ik bedoel maar. 100.000? Dat is echt vet veel. Dat hoeft echt niet hoor. Maar wel leuk als je abonnee bent van mijn kanaal, want het wordt alleen maar gekker en gekker. En wat gaan we vandaag doen? Dat ga ik je nu uitleggen. Wij doen een Q&A. Weet je wat dat betekent, Q&A eigenlijk? Dat betekent dat je allemaal vragen gaat beantwoorden. Ja, de Q is van question en A, E, zeg maar. Dus niet de letter E, want de letter A spreek je in het Engels uit als E. Vet ingewikkeld. Q&A betekent question and answer, oftewel vraag en antwoord. En jullie hebben me op TikTok allemaal vragen gesteld. Nou, en die gaan we nu beantwoorden. Vind je goed? Nee, van je luister, er liggen allemaal gekleurde papiertjes hier op tafel. En jij mag er eentje pakken. En dan lees je de vraag voor en dan gaan we beantwoorden. Spannend, hè? Nou, wat leuk en nou wat grappig. Ja, ik neem even wat te denken, gelijk. Je hoeft niet te grappen, ik moet hem gewoon pakken. Wat heb je? Ik heb een rolletje. Oh, nou pak er een. Hey, lees. Van Fayen. Van Fayen? Wat is je naam? Wat is je naam? Dus Fayen vraagt aan ons wat onze naam is. Nou, vind ik wel een leuke vraag, toch? Mijn naam is Fayen. Ah. En die van mijn vader is Martijn. Ja, maar ze noemen me ook wel YouTube papa, maar thuis niet hoor. Ik heet gewoon Martijn. Of zoals mijn vrouw noemt. Ja. Of jij noemt me dan papa. Zo, want anders. Schiet eens op met de was. Ja, dat soort dingen. Jongen, jongen. Nou, leuke vraag van Jen van TikTok. Ja. Lachen. We gaan door naar de volgende. Nu ben ik. Even kijken. Een vraag van Jet. En Jet wil weten: hebben jullie huisdieren? Hebben we huisdieren? Ja. Pumpertje. Ja, maar dat is niet deze, want hier Nee, we hebben een echt hond. Ja, we hebben een echt hondje. Niet een knuffelhond. Ja, ook. Maar Bumper is de echt hond. Ja, Bumper. Leuk, hè? En nu is de vraag. Is Bumper een mannetje of een vrouwtje? Een vrouwtje. Ja, hoe noem je dat ook alweer? Een mannetje is een reutje. Oh ja, een reu. En een vrouwtje is een teefje. Ja, wat een leuke vraag je hebt. Superleuk, dankjewel. We gaan door. Jij mag er eentje kiezen. Kies maar weer wat. Hmm. Niet te moeilijk, hè? Ik denk dat ik een oranje. Leuk. Lees voor. Van Brit. Oh, Brit. Hoeveel kinderen hebben jullie? En hoeveel willen jullie er? Nou, daar kan ik wel antwoord op geven. Voor zover ik weet, hebben we één kind. Toch? We hebben niet iets nog ergens in de kast liggen, toch? Nee. Nee, we hebben er echt één. Ja. En daar houden we het ook bij. Eén is genoeg, joh. Ja, voor ons. Toch? We zijn lekker met z'n drietjes. Fayen, ik en mama. Hoe leuk, hoe leuk. Je bedoelt viertjes. Oh ja, en Bumper. Bumper. En Bumper, ja. Leuke vraag, Brit. Ik mag nu. Ja, ik neem deze. Een vraag van Noah. Waarom ben je begonnen met YouTube? Een leuke vraag ook. Waarom ben ik begonnen met YouTube? Nou, eigenlijk is dat een heel verhaal. Want het was namelijk zo. De mama van Fayen, die is best wel eens ziek. En die lag dan heel erg lang op bed en zo, hè? Weet je nog? Ja. Toen je klein was. En dat krijg je. Ze had heel veel pijn. Ze had reuma. En dat heeft ze nog steeds. Dus dan heeft ze heel veel last van de spieren en de lijf. En toen ben ik begonnen met het filmen na schooltijd. Als we bijvoorbeeld naar een speeltuintje gingen. En daar ging ik dan filmen. En dan konden we dat thuis aan mama laten zien. En die filmpjes werden eigenlijk steeds grappiger en gekker.
En toen zeiden mensen, joh, zet het lekker op YouTube. Dan kan iedereen van de familie het zien. Nou, toen heb ik dat gedaan. En voor ik het wist, keek eigenlijk heel veel mensen. Nou, en zo zijn we er een beetje ingerold. Ja. Toch? Heb ik het zo goed verteld? Ja. Yes. Gelukkig. Ik kan het zo goed vertellen. Nou, gelukkig maar. Ik ben wel weer buiten adem. Wie was er aan de beurt om iets te pakken? Ik was. Jij had die Noah, toch? Ja, oh ja. En dus ben ik. Ja. Nou, pak. Welke neem je? Een gele. Een gele. Oh, andersom. Van Lieke. Lieke, die stelt echt leuke vragen. Lieke, tof. Waar dankjewel. Wil je nog een keer naartoe op vakantie? Ik herhaal. Waar wil je nog een keer naartoe op vakantie? Oh jee, wat komt er voorbij? Oh, sirenes. Er is vast weer iets gebeurd. Lieke. Oh, nou, ik wil in ieder geval niet op vakantie naar de gevangenis. Want dat vind ik niet zo tof. Waar willen we op vakantie? Heb jij een idee? Jij wil heel graag op vakantie naar... Amerika, naar het Harry Potter pretpark. Ja. En op sneeuwvakantie. Ga ik een sneeuwgrot bouwen. Oh, op sneeuwvakantie. Ja, dat zijn we op skivakantie noem je dat, hè? Wintersport. Ja, dat hebben we nog niet gedaan. Dat moeten we een keer gaan doen. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel heel vet. Maar voor nu ben ik eigenlijk altijd blij om naar Center Parks te gaan. Want Center Parks, ja, dat heeft voor ons gewoon alles. Super mooi huisje, super veel leuke dingen om te doen. En ik kan niet wachten om deze zomer ook weer naar Center Parks te gaan. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Maar Amerika, vind je, dat vind ik ook wel tof. Wat gaan jullie pakken? Ik kan deze proberen. Oh ja hoor. Nou, dan probeer ik nog even een vraag. En de volgende vraag komt van Carlos. Carlos, dat heb jij een leuke vraag gesteld. Wat voor werk doe je? Nou, weet je wat voor werk ik doe? Meester. Ik ben leraar. Ja, ik sta voor de klas. Maar dan niet aan de jonge kinderen, maar aan de ouderen, de grotere. Van 12 tot 18 jaar, zo groot zijn ze. En ze zijn sterk en stoer en leuk. En ik vind het echt de leukste leerlingen die je maar kunt hebben. Pubers. Ja, thuis schoppen ze de deur uit. Van, ik heb een puber thuis. En dan komen ze bij mij in de klas. En dan is het eigenlijk hartstikke gezellig. Als ze maar goed naar me luisteren. Jij bent toch nu? Wat zit je te eten? Squashies. Eeuw, moet je kijken. Laat zien dan, wat is dat? Squashies. Het ziet er misschien vies uit. Haal er eens uit dan, zo'n ding. Maar het is best lekker. Ja, waar smaakt het nou dan? Ja, het ziet er wel vies uit, ja. Hey, je nagels zijn helemaal blauw. Hoe kan dat dan? Laat zien. Ik heb gekrijt. Met de krijtjes? Mm-hmm. Oh joh. Nou, maakt het uit. Hey, we gaan verder met de volgende vraag. Ja. Zo. Was ik niet aan de beurt? Nee. Oh? Ik heb het gevoel dat jij vet vaak vragen mag stellen. Nee, het gaat gewoon snel. Van Sophie. Dachten jullie dit te gaan bereiken op YouTube? /TikTok. Oh, hadden wij verwacht dat we zoveel succes zouden hebben op YouTube en TikTok? Had jij het verwacht toen we begonnen met video's maken? Nee. Nee, dat er zoveel mensen kijken. Want er kijken echt veel mensen. Ja. Want we hebben natuurlijk jouw kanaal, Ik Ben Het. We kijken elke dag, kijken daar wel 30.000, 40.000 mensen naar. Elke dag. Ja. Dat is echt vet veel. En naar YouTube, papa, dat worden er ook steeds meer. Leuk, hè? Ja, dus nee, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En TikTok eigenlijk ook niet. Ik vind TikTok wel heel leuk. En ik zou er veel vaker wat op willen zetten. Dat gaat ook wel weer gebeuren. Maar door dat hele corona gebeuren met mij, doe ik nog een beetje rustig aan. Wel, toch? Ja. Ja. Mag ik nu eindelijk weer een keer een vraag? Ja, je mag er twee. Twee? Deze nou, is niet dan doe ik lekker. Deze is van sommige. Nee, wat is het? Dat rolletje is niet echt lekker, Ben. Wat dan? Wat zijn het dan voor dingen? Oh nee, pap! Oké. Okay. Jij houdt die niet van. Nee, die waren ook helemaal niet van. Die zijn hartstikke vies. Samantha! Nee. Samantha heeft ook een vraag. Samantha wil weten: houden jullie van musicals? Ja! Ja, we zijn gek. Ik zit op toneel! Ja, jij zit op musical les. En welke musical vind je nou super leuk? Even denken. Ja. Ik weet. Ja, je hebt er al zoveel gezien. Maar we zijn natuurlijk ook een keer naar een hele echt grote mensenmusical geweest. Namelijk
The Lion King, weet je nog? Oh ja. Oh man, dat was echt mooi, hè? Ja, toen ging er iemand met zo'n touw naar beneden. Ja. Dat was echt vet. Ja, super gevaarlijk ook. Ja. En willen jullie een keer musical TikToks doen? Ja, gaan we een keer doen. Ja. Een musical TikTok, maar dat is met zingen zeker. Ik kan niet zingen. Niet zo goed. Hé, de volgende. Ik mocht er nog een. Ik neem nog een oranje. Lieke! Nog een van ja, Lieke? Ja, dat is een andere Lieke, denk ik. Willen jullie nog een kind erbij? Nou, dat heb ik eigenlijk net, hebben we net al gezegd, hè? Nee, we houden het er lekker bij één. En dat is meer dan genoeg. Ik heb mijn handen vol, joh. Ik heb een dochter die is echt verschrikkelijk. Is druk, luistert nooit. Het is altijd maar weer de vraag wat ze wil eten. En nou, echt poeh, hé. Ik heb echt vet zwaar. Nee, hè. Nee, wij hebben toevallig het allerleukste kind van de hele wereld. Wat een geluk hebben wij. Ja. Ja. Jij mag weer kiezen, hem op. Nou ja, joh. Zo weinig. Volgende vraag. Even denken. Nou. Ik pak weer eens een keer een oranje. Een oranje. Ik zal deze een beetje deze kant. Kirsten. Kirsten? Oh, ja. Die is zo leuk. Kirsten. Ja, Kirsten kijkt al onze video's. Wat vind je het leukst van YouTube? Oh, wat vind jij nou het leukst van het hele YouTuber zijn? Dat je gewoon mag praten en lekker je ding kan doen. En ja. Af en toe doe je een beetje grappig. Ja, ja, dat vind ik ook. Ik vind ook gewoon, wij noemen dat altijd creatief bezig zijn. Gekke dingen filmen, leuke dingen verzinnen. En natuurlijk, we maken super veel leuke dingen mee. En er zijn ook nog eens een keer steeds meer bedrijven die met ons willen samenwerken. Want we werken bijvoorbeeld met Nick en Nick. En we werken samen met Center Parks, want daar zijn we ambassadeur van. En hoe heet die hele vette schoen ook alweer? BK. BK, British Knights. Echt super vet. Ik herhaal. BK, ja, leuk, ik herhaal Centerparks. Ja. Ze krijgt 100 euro voor elke keer dat ze die namen noemt. Nee, ik herhaal. We gaan door. Oh ja, Angeli en Jet hadden toevallig dezelfde vraag van hen. Wat vinden jullie het lekkerst om te eten? Wat vind jij nou het lekkerst om te eten? I love ras. Ja, wat is dat? Raspatat, hè? Ja, maar dan... Nog zouter, nog lekkerder. Ja, het is een beetje een soort patat van aardappelpuree. Raspatat. Als je het niet kent, moet je eens proberen. Ja. Ja, dat is echt lekker. Ja. Met ham, zei je dat nou? Nee, ik zei want ik vind het lekker. Oh, zo, ja. En ik lust alles, kijk maar naar. Ik lust alles. Maar wat ik echt heel erg lekker vind, is suurkool met worst. Dat vind ik echt, echt super lekker. Suurkool met worst. Jij mag weer een vraag. Ja, ga je dus geen fruit tellen. Nee, dat vind ik echt heel vies. Kies even een kleur. Misschien iets van blauw, want daar ligt er nog wat van. Ik neem weer een oranje. Of een oranje. Oranje. Tuurlijk. Nou, ben benieuwd. Van, van wie? Van, is het Alice of Elise? Elise en Milan. Elise en Milan hadden hoe dezelfde vraag. Hoe oud zijn jullie? Hoe oud zijn jullie? Ja, die vraag die krijgen we ook wel vaak. Ja, ik ben iets ouder dan Vien. Iets? Hallo, jij bent bijna 45. Zo, en nu weet heel Nederland dat. Dankjewel, hè. Maar hij is 44 en ik ben 8. Ja, dus ze zijn allebei nog heel erg jong. Nou. Wel, dat zijn ze wel. Wel, heus wel. Jij niet? Wel. Nee. Ik ga door met de volgende vraag. Van Lana. Oh, wat is jullie lievelingskleur? Mijn lievelingskleur, Lana, is blauw. Ik vind blauw echt, ja, blauw. Ik heb heel veel blauwe kleren. Ik heb nu toevallig zwart aan, maar blauw vind ik echt heel tof. En jij, VN, welke kleur vind jij? Het leuk. Blauw en groen en blauw en groen gemixt. Nou, je kan gewoon niet kiezen dan. Het is of blauw of groen. Nou? Blauw. Ook blauw. Oh, geinig. Wie mag er nu weer een vraag? Jij of ik? Jij. Oh ja, ik. Ik neem een blauwe. Leuk hè, blauw. Anouk. Oh, Anouk, wat heb je een leuke vraag. Waarom heb je in het ziekenhuis gelegen? Ja, ik kan me voorstellen dat je mag dat wil weten. Mag ik het zeggen? Ja, jij mag het zeggen. Hij had corona en dat was op een gegeven moment zo erg. Nou, ja, dat was niet tof. Ja, oh, je gaat helemaal zielig te bekijken. Ja, oh, ja.
Ja, nee, het begon bij mij als een griepje, maar het werd steeds heftiger. En toen had ik toch echt hulp nodig van een dokter. Dus toen kwamen ze me ophalen met de ambulance. En toen moest ik naar het ziekenhuis en dan hebben ze me even gehouden. En nu gaat het steeds beter. Het duurt langer dan ik dacht, het herstellen ervan. Maar ja, het is niet anders. Dus beetje bij beetje gaat het beter. En kan ik ook weer wat drukker doen en zo. Hè? Want ik ben nu niet meer zo druk als vroeger. Maar dat komt wel weer. Dat komt wel weer. Fayen, jij bent. Neem ik nog even een slokje. Wat is het eigenlijk? Cola. Cola. Kies een vraag. 1, 2, 3, 4. Oh, mijn naam zit in de vraag. Mijn naam zit in de vraag. Oh. En die vraag is van Carmen. Carmen? Leuk, Carmen. Wat is de leukste karaktereigenschap van Fayette? Oh, wat is het leukste karakter? Weet je wat ik het leukste... Harry Potter! Nee, dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen hoe jij bent als persoon. Wat ik daar nou het allerleukste aan vind. En weet je wat dat is? Ik luister altijd naar de juf. Nee, je bent... Ja, wel naar de juf en niet naar papa. Nee. Ook naar papa. Ik vind jou... weet je wat? Jij bent echt super lief qua karakter, maar ook heel grappig. Ze is echt heel grappig. Je maakt echt super leuke grappen de hele dag. Hoor. En dat maakt de dag alleen maar gezelliger en leuker. Dus vandaar... Ik ga naar de volgende vraag. We hebben er nog 5 liggen. Nog 5. De laatste 5 vragen. En deze is van Melissa. Melissa wil weten, wat is jullie favoriete vakantiebestemming? Centerparks. Ja, Centerparks. Daar gaan we het liefst naartoe. En jij wil natuurlijk heel graag nog naar Amerika. Dat hadden we net ook al verteld. Maar wij... En op sneeuwvakantie. Ja, en op skivakantie. Maar Centerparks vinden we nu toch wel het leukst. Welke Centerparks vind je het leukst? Weet ik niet. Ik heb ze niet allemaal gehad. Nee, Anne, dat klopt. Maar welke, waar je tot nu toe bent geweest, welke vind je het leukst? Volgens mij Hutterhugde. Hutterhugde, ja. Wacht. Oh. Die van Frankrijk. Oh, les trois forêts. Ja, dat was echt vet. Ik wil ook een keer naar die andere in Frankrijk, waar Disney World zit. Ja. Ik zit net te vertellen hoe lief je bent. Ga je zo horen. Nog 4 vragen. Jij mag er nog eentje pakken. En deze vraag komt van... Joella. Joella, wat een mooie naam. Zeg ik het goed? Ja, dat denk ik wel. Ja, Joella of Joella. Wat vraagt ze? Waar wonen jullie? Dan kan ik jullie een keer ontmoeten. Nou, wat leuk. Ja, waar wonen we? In welke plaats? Hoofddorp. Ja, precies. En we gaan niet onze straat- en huisnummer zeggen, want er staan straks allemaal mensen voor de deur. En dat willen we natuurlijk nog niet. En er lopen al regelmatig mensen naar binnen te gluren van, oh, volgens mij wonen ze daar. Maar we wonen in Hoofddorp. En natuurlijk moeten we een keer een meet and greet doen. En misschien doen we dat wel een keer op Centerparks. Dat is ook wel leuk. Maar het gaat, als het allemaal weer mag, dan gaan we dat zeker doen. Zeker weten. He? Nog 3 vragen. Ik pak er nog eentje. Daar komt ie, Finn. Een vraag van Yara. Hoe lang zijn jullie al YouTubers? Weet je dat al? Hoe lang wij dit doen? Ik ongeveer bijna 2 jaar. Ja, nee, bijna 3 jaar. Ja, ja, dat bedoel ik ook. 2 jaar en een beetje. Ja, zoiets. Bijna 3 jaar, denk ik. Ja. Papa. Ja. Een jaar nu. Ja. Ja. Bijna maar ik zat daarvoor ook altijd al in jouw video's, hè? Ik weet het niet. Ja. Dus ik was heus ook wel een beetje beroemd, hoor. Heus wel. De 1 na laatste vraag. En wie mag die stellen? Ham. Daar komt ie. Nee, ik. Oh, een vraag van Sophie. Koriander. Oh, Sophie en Femke komen als laatst. Nog een vraag van Carmen. Oh, dat is een andere Carmen. Leuk. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen en op welke video's zijn jullie het meest trots? Oh ja, Carmen. Ik weet al precies welke Carmen het is, want die kijkt ook al onze video's. Echt leuk. Volgens mij. Ja, is echt waar. Wanneer zijn we begonnen? Nou, 3 jaar geleden dus. En op welke video ben jij het meest trots? Welke is het allerleukst? Ja, wel, dat je, als je daar aan terug dan denk je... Papa Franken. Ja, vond je die het leukst? Papa Franken. Ja, waarom eigenlijk? Omdat ik jou moet pranken. Ik vind het leuk. Ja, dat was ook leuk. Wee. Ja.
Ja, ja, we hebben er erg om gelachen, al die stomme rotgrappen die met mij hebben uitgehaald. En ik ben het meest trots op de video De Baas van de Klas. En weet je waarom? Omdat het voor VN, ze was toen nog heel jong. En dat was 2 jaar geleden, hebben we die opgenomen. En toen ging jij als klein hummeltje de baas spelen over de directeur van jouw school en ja, over allemaal juffen. En die video is echt al een paar miljoen keer bekeken, hè? Ja, dus echt vet. En dan nu, de laatste vraag, tromgeroffel. Van Sofie en Femke. Wat is jullie lievelingsdier? Wat is jullie lievelingsdier? Nou, de baar. Ja, en dat is een... hondje. Ja, een hondje. En ik was eigenlijk nooit zo fan van huisdieren en zo. Ik vond hem nooit zo. Maar sinds we Bumper hebben, vind ik hondjes toch echt wel heel leuk, hoor. Bumper is echt, echt super lief. De ideale hond. Dus ja, een hondje. Nou, daar hebben we alweer 20 vragen beantwoord. Lachen, hè? Ja, dat is niet zo lekker. Nee. Oh. Nee. Nou, het was niet zo succes, die snoepjes dan. Joh, laten we die liggen voor iemand anders. Goed, dan zijn we aangekomen bij het einde van deze video. Ja. Dit was onze Q&A. Ja. Met onwijs leuke vragen. Bedankt voor het inzenden van al die superleuke vragen. En wat fijn dat jullie naar al onze video's kijken. We gaan dit snel nog een keer doen, vind je niet? Ja. Goed zo. Voordat ik hem uit ga zetten... en jij doorgaat naar een andere video, is er nog één ding dat jij nog niet moet vergeten. Namelijk... Abonneer op YouTube, papa. Ja. En 100.000.000 duimpjes omhoog. Ja, of gewoon één duimpje. Dan mag ook wel één duimpje omhoog. Dat is ook leuk. 100. Joh. Minstens. Nou, de groetjes. En, weet je wat we volgende week gaan doen? Iets super vets. Hoe weet je dat? Dat weet ik gewoon. Tje. Kan gedachten lezen. Tot volgende week. Doei, doei. Doei. Thanks voor het kijken. En word even abonnee, hè.